B1. Het zonnetje schijnt lekker en als je in de etalage kijkt, dan zie je allemaal vrolijke zomerse kleding hangen. We gaan even kijken of er mensen binnen zijn, überhaupt bij B1. De deur is dicht om energie te besparen. Hallo, goedemiddag. Goedemiddag. Dag mevrouw, ik zie u met uw pinpas staan. Klopt dat mevrouw? Ik zie u met uw pinpas staan. U wilde net gaan afrekenen? Ja, hey, zal ik u wat vertellen? Ik ben vandaag op pad met de cameraman voor de winkeliers hier van het winkelcentrum. En ik ben cadeautjes aan het uitdelen, maar ik weet helemaal niet wat u gekocht heeft. Wat heeft u gekocht eigenlijk? Een vest. Een vest. En mag ik weten wat zo'n vest kost? €119,95. Wat zou u ervan vinden als ik gewoon de helft van dat vest voor u mee ga betalen? Krijgt u dat cadeau? Heeft u gewoon 50% korting? Dat vind ik niet gek. Nee, dat dacht ik, hè. Nou, dan ga ik mijn pinpas pakken. Ga ik vragen of dat mag. Mag ik de helft van het vest betalen? Nou, kijk eens even. Het is gelukt. Wat zegt u allemaal, mevrouw? Ik zeg, kan ik ook even in beeld komen? Of u ook even in beeld kan komen? U denkt misschien krijg ik ook korting. Misschien krijgt u ook korting. Ik ga even voelen op mijn pas of er nog genoeg op staat. Oh, ik ga eerst even voor deze mevrouw. Ik ga er even over nadenken. Doe rustig aan. Ik kom misschien zo bij u terug. Ja, weet je. Ja, ik snap wel natuurlijk. Als dan Mr. Pim binnen is, moet je er ook even van profiteren. Nou, daar gaan we. En ik hoor het piepje, dat betekent dat ik akkoord ben. Nou, hartstikke fijn. Kijk, het staat er ook op, alsjeblieft. Heel graag als dat mag. Ja, ik ga even aan de kant. Mag u de andere helft doen? En ik zie de productie is heel druk aan het tellen. Van ja, kan die nog wel wat afrekenen? Ik ben natuurlijk al een tijdje bezig hier in de Aarhof. Dus ja, staat er nog wel wat op de pinpas. Nou, en mijn bon, dank u wel. Nou, heel veel plezier met het vest. Nou, dank u wel. Heel fijn dat ik dit zo bekreeg. Ja, nou, heel graag gedaan. En één ding beloven, gewoon gezellig hier terug blijven komen. Hè? Dat doen we. Ja, oké. Okay, hartstikke goed en een fijn weekend. Ja, tot ziens. Tot dag. Ja, en ik ben even naast mijn vriendin gaan staan. Nou, ze zou zo met Joost Klein mee kunnen doen. En ze heeft even geen hoofd. Nee, even alle gekheid op een stokje. We hadden natuurlijk die mevrouw die gewoon dacht, brutaal, ik wil in beeld. Ja, toen moesten we even gaan rekenen hoeveel budget hebben we nog. Ik ga voor die mevrouw een cadeaubon van €25 pinnen. Ga ik er toch verrassen. Ja, ik ga pinnen. Ja, ze noemen me ook wel Mr. Pin, dus ik ga pinnen. Ja, en ik hoor het piepje. Ik ben akkoord. Nou. En dan, ja, is deze voor die mevrouw? Kom ik zo de bon ophalen? Kom, we gaan even die mevrouw, maar waar is ze gebleven? Volgens mij in het pashokje. Ja, ik ben op zoek naar die mevrouw die net, kijk, daar is ze. Ja, nou, weet je, u was aan het passen. Ik ga deze even geven. Dit is een cadeaubon van €25. Dus krijgt u €25 cadeau van mij. Dat had ik nog. Nou, dankjewel. Nou, graag gedaan en veel plezier mee. De rekening is bijna leeg. Ik ga nog naar twee winkels en dan is het echt op. En dan hebben we het er weer op zitten hier in de Aarhof. Ja. Okay. Veel plezier ermee, hè? Hartstikke bedankt. Graag gedaan en tot ziens. Fijn weekend. Ja. Dag. Ja.